Jazz on, music and more. Zoals je kan zien, we zijn nu bij Café Het Steegje en we gaan hier iemand verrassen. Want het is vandaag de fan verrasdag en zij is jarig, dus daarom zijn we hier naartoe gekomen om haar te verrassen. Maar ze wist het al, want ze is er namelijk al, dus iemand heeft zich verluld. Sukkels. Te zingen voor Irma, hè? Want daar gaan we, jongens. Hier met de piep! Nou, nog één keer de kant wel harder, hè? Hier met de piep! Gaat 59,60, hoppa! Gaat er weer van de garage af. Nou, Jason, vertel eens, waar gaan we nu naartoe? Ja. Welke garage? We doen het allemaal voor niks. We zijn nu bij Patrick en bij Henry en kijk eens waar we zijn. Moet je even rondkijken. We staan dus achter in de keuken. We zijn via de achteringang zijn we naar binnen gekomen. En we gaan er dus voor zorgen dat ze dus echt ongelooflijk verrast worden, want ze weten echt nog van niks. Dus wij staan hier nu achter. En zometeen komen wij dus in één keer met de speakers, die worden nu buiten opgebouwd. Moet je maar kijken. Neem maar klaar voor, jongens. Ja. Ik heb hem wel in de keuken kunnen zetten, eentje, joh. Dat ziet je. Je kan hem gelijk hier om de zoek, kan je alles zien. Oh, hier, die is open. Ja. Oh, Dus ik ga nu naar binnen. Zijn we klaar? We gaan naar binnen. Oké, we gaan. Let's go. Zo, eens even kijken. Waar zijn de mensen die... waar is Patrick en waar is Henry? Volgens mij is hier iemand. Hallo. Van harte gefeliciteerd, jongens. Hoi. Zal je moeten vechten, en als je niet...